Hallo en welkom. Onze gast is Ronnie Bellmans, groot energie-expert. En hij zegt bijvoorbeeld onomwonden dat de federale regering beter alle kerncentrales zou sluiten in plaats van er nu nog twee open te houden, want die onderhandelingen met Engie die gaan waarschijnlijk toch op niets uitdraaien. Als u meer wil weten, kijk zeker. Welkom Ronnie Bellmans, ingenieur van opleiding, emeritus nu aan de KU Leuven. U hebt een heel leven in de energie en met veel energie, mag ik aannemen, in die sector gewerkt. Onder andere voor Elia, voor Energyville, voor De Vreg. En nu nog actief bij het Studiecentrum voor Kernenergie in Mol. Met andere woorden, kernenergie ligt u na aan het hart. En dan zitten we denk ik meteen in de actualiteit. De hele discussie over de kernuitstap. Wat denkt u ervan? Er is nu beslist, blijkbaar, dat er dan van de vijf kerncentrales dichtgaan, dat er twee toch open blijven. En dat men nu aan het onderhandelen is met Engie om te zien of dat allemaal mogelijk is. Nu één, we waren vertrokken met deze regering geval die van de twee gaan dicht en we zorgen voor vervangende capaciteit. Tot, nee, ze blijven nog minstens 10 jaar open, die twee. Wel, meneer Van der Loverpos, mijn visie is er heel eenvoudig op. We hebben altijd berekend en gekeken en geanalyseerd dat de beide opties kunnen, met name twee open houden of allemaal toe. Het prijsverschil tussen de twee was niet hoog, dat was marginaal. Nochtans vreesden velen daarvoor. Hè? Het prijs wordt vastgesteld op Europees vlak. En op Europees vlak betekenen die twee kerncentrales weinig. Weinig tot niets in de prijsvorming. Dus dat was niet het probleem. Het is een politieke keuze. Men heeft de politieke keuze gedaan om alles te sluiten. Alles was daarvoor voorbereid. En natuurlijk, ik kan mij ook inbeelden dat op dit ogenblik het politiek moeilijk uit te leggen is dat je kernenergie voor een stukje gaat vervangen door ingevoerd aardgas, gezien Oekraïne. Maar zonder Oekraïne was de keuze puur politiek geweest A of B. Nu is het zeer moeilijk om dat uitgelegd te krijgen. Ja. Maar ik vind dat steunt u dat argument? Ja. Met de oorlog, gastoevoer enzovoort, ja, is dat valabel? Nee. Nee, als je goed nagaat, die twee kerncentrales blijven nog 3 jaar open. Dus als die oorlog binnen 3 jaar nog bezig is, dan hebben we een echt probleem. Maar er is geen probleem van kernenergie. Dus het is eigenlijk een korte termijn probleem, hoop ik. Want als de oorlog morgen gedaan is, ben ik blij. Juist, dat is een factor die niemand durft inschatten. Hè? Dus maar binnen 3 jaar hopen we toch dat dat voorbij is. Dus eigenlijk is het een zeer korte termijnreactie waarbij men zich voor lange termijn engageert. Ja, een paniekreactie zou je durven zeggen? U zegt, wat ik niet rechtstreeks wil uitspreken, maar ik beaam. Maar ik help u graag. Ja, graag, met veel plezier. Het is een paniekreactie. Het is een reactie die ook begrijpelijk is, omdat het zeer moeilijk uit te leggen is. Dus ja, maar Een politieke beslissing. Het is een politieke beslissing. En dat blijft een politieke beslissing. Als men morgen zegt van we gaan die allemaal dicht doen, dan kan dat technisch. Dan moet men een beetje gas bijbouwen, wat meer batterijen zetten. Dan moet men de CRM terug op. Dus dat gaat allemaal. Dus dat is perfect haalbaar. Blijft u onderstrepen? Ja. Want er zijn veel mensen die daaraan twijfelen. Hè? Want dan krijg je het doemdenken van kerncentrales dicht, het licht zal uitgaan, de verwarming zal stilvallen en noem maar op en noem maar op. Nee, ik denk dat we zelfs technisch gezien meer uitdagingen hebben als we ze open houden. Omdat we zitten met een dode tijd. We hebben zo lang geëmmerd, en ik gebruik het woord gewild, dat we in een situatie komen dat ze tegen 2025 niet op niveau gebracht zijn om langer open te houden. Ja. Dus de vorige regering heeft eigenlijk niks gedaan. De vorige regeringen, vanaf 2004 ongeveer, hebben niks gedaan. De laatste regering, dus de regering Michel, heeft kick the can down the road gedaan tot op het einde. Ja. Niks gebeurd. Mevrouw Marghem, om maar iemand te noemen van de MR. Mevrouw Marghem heeft daar helemaal niks aan gedaan. Een gevolg is, deze regering heeft het dossier opgepikt. Dat was heel scherp.
op dat ogenblik 2020 zei Engie van het moet nu de beslissing hebben of we kunnen ze tegen 2025 niet open doen. Het is een niet samendrukbare periode. De FANC heeft nog eens een keer gezegd dat het controlecomité van de nucleaire veiligheid van als men alles met een taskforce, een militaire taskforce ongeveer drukt, gaat het misschien nog. Dat hebben ze gezegd begin dit jaar. We zijn weer een half jaar verder. We gaan zonder meer een periode tegemoet van 2 jaar waarbij we geen kerncentrales gaan hebben. Dat zal die periode zijn, zo gezegd, tussen 2025 en 2027, waarvan Engie zelf zegt dat is het minimum dat we nodig hebben, mochten we al die kerncentrales langer open kunnen houden. Ja, willen houden. Dat hebben ze gezegd in maart. Hè? Mm-hmm. De tijd tikt, we zijn al 4 maanden verder. Mm-hmm. Dus ik weet niet wat er aan de hand is, ik zit in die onderhandelingen niet bij. Maar nu wordt er weer gepraat over 20 jaar en 10 jaar. Ja. Wat wil men? Ja, we gaan op die onderhandelingen dadelijk door, maar ik hoor u bijna zeggen dat eventuele gat tussen 2025 en 2027, dat gaan we niet zomaar spontaan opgevuld krijgen. Dat gaat veel geld kosten om wat op te vullen. En dat is weer korte termijn kosten. Mm-hmm. En ik durf het bijna niet hardop zeggen, maar ik denk dat de laagste kost voor de gemeenschap gaat zijn alles dicht. En nu concreet voortwerken, dat we investeringen doen op lange termijn. Ja, dat is een opmerkelijk standpunt, want heel wat belangrijke politieke partijen die denken daar totaal anders over. Hè? Ik denk dat we misschien andere tijdshorizonten hebben, ook al is mijn leeftijd al een eindje gevorderd. Maar ik kijk verder vooruit. En als we veilig willen voortgaan, en ik praat ook met de meesten van Elia, dan krijgen we een zeer moeilijke periode, 25, 27 en tellende. Ja, dus dan zijn diegenen die mordicus die dat langer openhouden aan het verdedigen zijn, die strooien ons dan zand in de ogen, als ik u goed begrijp. Is het zand in de ogen strooien? Is het onbegrip? Is het het niet zien tussen korte termijn en lange termijn? Maar als ik gewoon wegkijk vanuit zekerheid van levering, dan zeg ik nu de schub in de grond om nieuwe gascentrales, nu de schub in de grond voor nieuwe batterijen, nu nieuwe technieken voor het gaan sturen van de vraag, nu nieuwe ventiluslijn om die windmolens aan te leggen, nu doen. Ja, ik hoor bijna de groene minister Tine van der Straaten spreken. Nee, want ik denk dat zij is niet blij met het ganse gebeuren van dat gas te moeten gaan doen. Wat u verdedigt, bedoel ik? Ik probeer enkel logisch te zijn. En ik denk, als ik kijk naar termijn en vooruitzien, dat minister Van der Straaten goed bezig is. Maar het gaat gewoon over lange termijn. En die reactie is nu, als we Oekraïne niet gehad hadden, ja, dan zag de wereld er anders uit. Ja. Dus en vermits ik ervan uitga dat Oekraïne geen lange termijn uitdaging is, is dat eigenlijk een ding dat we moeten bekijken als een zeer zware rimpel in de zaak. Ja. Maar als je daarover kijkt, kom je terug in een, hoop ik, normale situatie. Ja. Nu zitten we op dit ogenblik met die onderhandelingen met Engie. En nog deze week is duidelijk gebleken, ja, dat wisten we eigenlijk al, dat Engie het hard ging spelen. Maar nu spelen ze het nog harder. Op die manier gaan die onderhandelingen volledig in de soep draaien, denk ik dan. Ik begrijp Engie. Ik zit in die sector in langs alle kanten. Ik heb al een stuk, zoals u gezegd, ik heb alle kanten van de diamant gezien. Alle hoeken van de kamer. Nee, soms heb ik wel het meest met de hoeken van de kamer laten zien, maar dat is een ander verhaal. Maar laat het duidelijk wezen. Engie is een firma, is een internationale firma. Engie is van huizen uit Gaz de France. Is een gasfirma. Mm-hmm. Engie heeft beslist van over te gaan naar het nieuwe systeem. Met name combinatie van zoveel mogelijk hernieuwbare, de gaten opgevuld met flexibel gas. Met gas, ja. Dat is hun business case. Ja. Maar ze zitten natuurlijk ook onder de paraplu van EDF, nee. Elektricité de France. Nee, daar vergist u zich in. EDF is één firma. En in Frankrijk had je een tweede firma, dat was Suez, die Electrabel onder zich had. Mm-hmm. Dat dan gefusioneerd is met Gaz de France. En dat zijn twee concurrenten. Dus je hebt EDF, het Franse staatsbedrijf, en Engie voor een stuk staatsbedrijf. Maar, dus die zijn twee. Maar waar ik naartoe wil is, en dat is misschien het punt dat ze ook in België hier nu het licht zien branden, dat is dat de Franse staat daar natuurlijk een enorme greep op heeft. Ja, je moet maar eens gaan kijken op La Défense. Als ja, La Grande de staat, grote wolkenkrabbers die er allemaal staan. Total,
Areva van het nucleair, Engie. De Elia vandaag, vandaar met name hun RTE-netbeheerder, hun Fluvius, die zitten er allemaal rond. Ja. Dat is één pakket. Zesse parlen, Labba. Ja. Wat hier niet gebeurt, hoor ik u bijna zeggen. Ik heb niet een indruk, maar we hebben ook niks meer. Mm-hmm. Hè? Ja. We hebben ons petroleum verkocht aan Total uiteindelijk. We hebben ons gas en onze elektriciteit verkocht aan Engie. We hebben nog gelukkig onze netbeheerders behouden. Elia en Fluxys voor Vlaanderen Fluvius. Ja. Maar het eigenlijke energiegebeuren hebben we verkocht. Is dan wat Engie nu op tafel legt van stap ermee in, Belgische staat. Hè, men spreekt zelfs over nationalisering. Laten we het eenvoudig houden. Zet mee kapitaal erin van de Belgische staat. Is dat dan een goede zaak? Hoor ik u bij nadenken. Nee. Nee. Waarom niet? Het nucleaire is gemaakt om constant te draaien. Ja. Als het dat niet kan, heeft het geen business case. Nu, we zitten op dit ogenblik met 2,3 gigawatt offshore wind. Dat gaan we optrekken via 4 naar 6. We hebben hopelijk, als we vooruit doen, hebben we tegen 2030 15 tot 18 gigawatt PV-zonnepanelen. Ja. We gaan wel wat op land staan. Dus we gaan heel wat periodes hebben dat we eigenlijk een surplus hebben aan energie. Ja, en dat je die eeuwig draaiende kerncentrales, met andere woorden, niet nodig hebt. Niet nodig hebt, moet afzetten, mm-hmm. waarbij dat ze geld verliezen. Ja, en wat een moeilijke operaties. Ofwel dat ze zeggen, we gaan die moeilijke operatie niet uitvoeren en we bieden negatief. Mm-hmm. We geven geld om te mogen blijven draaien, ja. waardoor de prijs van hernieuwbare negatief gaan en die ook in de problemen komen en die meer subsidies moeten krijgen. Ja, die twee zijn niet koppelbaar. Ja. En ik begrijp 100% vanuit de boardroom van Engie, waar ik nu in zit. Dat zij dat vragen. Dat zij dat vragen, want dat ding heeft geen business case meer. En heeft dus kapitaal nodig. Juist. En want als België erin stapt, dat kan een goede zaak zijn. Je kan er winst mee maken, maar evengoed natuurlijk verlies. En wellicht is het dat wat Engie vreest, dat het verlieslatend wordt. En dat je dan beter een partner hebt waar je het verlies mee kan delen. Niet zozeer het verlies, het past gewoon niet in hun businessplan. Zij zijn daar voorbij. Ze voelen aan dat die flat-out, constant draaiende eenheden van vroeger, dat die geen toekomst hebben. Zij zijn als business case daar voorbij. Ja, dat is dan het nieuwe model waar ze dan misschien beter doorhebben waar het om draait dan een aantal politieke partijen, zullen we maar zeggen, hier. Ieder zijn job. Mm-hmm. Ik begrijp u. Maar je voelt aan dat die onderhandelingen zeer moeilijk liggen. Dat Engie uiteraard slim genoeg is om daar te proberen het onderste uit de kant te halen. Ja, het is ook makkelijk, hè. Ze hebben een monopoliepositie en België trekt eigenlijk aan het kortste eind. Moeten bijna op hun twee blote knieën komen smeken om die twee centrales open te houden. Dat is een luxe positie. Ik heb daar geen gevoel over. Dat zijn twee spelers die hun spel spelen. Mm-hmm. En ik heb nog gevoel voor mijn dierbare regering, nog voor Engie. Ik heb geen aandelen bij Engie en mijn dierbare regering is op dat vlak niet dierbaar. Mm-hmm. Maar wat heel belangrijk is, is dat men moet afstappen van dat idee van morgen is er een probleem. Durf nu eens te zien naar binnen 4, 5 jaar. Dat is bangmakerij dus. Dat is bangmakerij. En vooral, die oorlog is nu tussengekomen en is een perfect excuse. Ja. En dit is hard om te zeggen, maar eigenlijk moet men durven op dit vlak die oorlog negeren. Ja. Kijk naar Duitsland. Mm-hmm. Het IEA, het International Energy Agency, zegt van houd de kerncentrales open. Wat zeggen de Duitsers? We hadden ons voorbereid wat er gesloten worden. Ja, en we doen dat gewoon. En we doen dat gewoon. Ja. Is dat juist? Koelbloedig blijven. Ja, koelbloedig blijven. Pokerface. Mm-hmm. Nu, die onderhandelingen, als die in het slop dreigen te geraken, en zo ziet het er ook wel naar uit, dat kan tot een ernstige politieke crisis hier in dit land leiden. Daar heb ik gezicht op. U bent politiek journalist of geweest, maar ik niet. Ja. Ik maar daarom dat ik het ook eens graag van een wetenschapper wil horen. Maar als burger kijkt u er toch ook naar? Ik kijk als burger naar en ik ga eerlijk zijn, ik heb al politieke crisissen gezien
over Voeren, over Brussel-Halle-Vilvoorde. Het zal mij niet verheugen om als energiespecialist in dat rijtje te staan. Ah ja, en het op die manier dan te durven bekijken. Ja. En binnenkort spreekt niemand er nog over waarschijnlijk. Waarschijnlijk niet. Mm-hmm. Maar gaat het lukken, denkt u, die onderhandelingen met Engie? Daar zal wel iets uitkomen, ja. Hè. Want velen vrezen dat België dan de broek tot op de enkels moet laten zakken, om het oneerbiedig uit te drukken. Dat men terugkeert naar plan A. Mm-hmm. Ja, maar dat is politiek onhaalbaar op dit moment. Hè. Dat zal men betalen. Dat zal het geld kosten. Okay. En niet omwille van Engie, hè. Nee. Maar omwille van het feit dat men instapt, als men instapt erin, zal men achteraf veel. Ja, en dat men dus afgeweken is van de lijn van we gaan ze allemaal dicht houden. Dus ik vergelijk het dikwijls met de goede oude nationale sectoren, staal en steenkool. Daar konden we ook niet vanaf, daar mochten we ook niet vanaf. Die hebben eerst genationaliseerd, dan veel geld ingestoken en daar hebben we niks uitgehaald. Nee. Als we die sneller gesloten hadden, de steenkoolmijnen zoals in Nederland, waren we veel beter af geweest. Ja, en die reconversie heeft zich ook doorgezet, maar wij hebben inderdaad miljarden putten schulden achtergelaten. Hè. En ik vrees een beetje dat we hier hetzelfde ding hebben. Ja, dat is een interessante vergelijking voor degenen die nu toch dromen dat de nationalisatie het wondermiddel is om de zaak op te lossen. Moeten we met kernenergie verder, met die nieuwe reactoren enzovoort? Ja, moeten we dat afval verder bestuderen, wat het STK doet? Ja, zeker. Maar deze generatie is voorbij. Ja. Nu, Engie zegt al zeer lang, technisch is dat eigenlijk niet haalbaar om die twee oude knarren, als ik ze zo mag noemen, om die langer open te houden. We hebben veel te veel tijd voor nodig, veel te veel risico. Dus eigenlijk hebben ze laten verstaan, maar dat gaat niet lukken. Ja, dat gaat niet lukken, dat gaat twee jaar minstens, hebben ze gezegd. Begin dit jaar hebben ze gezegd, je gaat twee jaar zonder zitten. Dan zeg ik weer, die twee jaar, dat gaat veel kosten om je te overbruggen. Dat zijn weer kosten op het sterfhuis, om zo te zeggen. Maar technisch is het mogelijk. Ja, alles is technisch mogelijk. Hè? Mm-hmm. Ik bedoel, als u een oude auto hebt, denk je, zegt, ik wil er nog een jaar mee voortrijden. Dat wordt dan een oldtimer. Maar dat is wat... leken zoals wij in het vak zeggen, ja, maar ik ga toch geen... auto van 40 jaar die ik nog ergens achter in de garage heb staan, terug in het verkeer gooien, dan zegt iedereen toch, jongens, waar zijn jullie mee bezig? Dat is hetgeen wat er gaat gebeuren in 2027, 2028, waarbij dat ik u zeg, die moet flat out blijven werken, die vraag gaat er niet zijn, dus die is niet meer aangepast aan dat nieuwe paradigma van heel snel te moeten reageren op wind en zon. En bovendien, als ik het goed begrepen heb, ja, dan kan dat ook niet zomaar meteen beslist worden. Er moet een milieueffectrapportage komen. Er moet zelfs vanuit Europa een bevraging komen van alle inwoners in een straal van 1000 kilometer. Ja, dan zien we van verre al aankomen dat dat geen walk in the park gaat worden. Hè? Het CRM-gebeuren, dus het capaciteitsremuneratiemechanisme, het steunmechanisme voor batterijen en gascentrales, dat voor plan A nodig was, is alleen maar goedgekeurd op voorwaarde dat ze allemaal sluiten. Hè? Ja. Dus ze moeten terug bij Vestager langs en dat is een weinig flexibele dame. Ja. Ik weet niet wat die onderhandelingen gemakkelijker gaan zijn dan met McGregor in Parijs. Ja. Nu, u zegt wel, en u hebt voldoende kennis en ervaring intussen gedurende decennia. Goed, de optie was beter geweest om alles nu te sluiten. Bent u nu eigenlijk zelf een voorstander van kernenergie? Ik hou van kernenergie. Dat is een raar woord, hou ik dat van. Ja, maar ik hou van elke energiebron die zichzelf op een veilige manier, milieuvriendelijk, kan aanbieden aan de gemeenschap. Dus vandaar dat ik zeg, die nieuwe generatie, zeker en vast bekijken. Daar zijn ook veel twijfels over. Er zijn ook veel twijfels over. Ik ben een wetenschapper, dus twijfelen is mijn plezier. Ja. Dus ja, kernenergie kan daar voor mij part een deel van uitmaken, als het veilig is, betaalbaar is, en op de juiste manier zich inpast in die energietransitie. Ja, als ik het goed heb, het CSK krijgt 100 miljoen per jaar om verder onderzoek te doen vanuit de regering. Het is SCK, maar het is 100 miljoen voor 4 jaar. Ah ja, oké. Dat is een klein verschil. Dat is een klein verschil om dus de feasibility te bekijken van een nieuwe generatie. Ja. Goed, ja, kernenergie, u zegt ik hou ervan. Dan zeggen opnieuw vele leken die er weinig verstand van hebben, maar wat doe je dan met dat eeuwigdurend afval bijna, dat we niet, ook niet geborgen krijgen, er nog altijd onderzoek rond gedaan wordt en dat blijft toch een gigantisch probleem waar we de komende generaties mee blijven opzadelen. There is no such a thing as a free lunch.
Okay. Elke vorm van energie kunt je over klagen. Kernenergie heeft zijn afval. Dat is een probleem. Mm-hmm. Windenergie heeft zijn tegenstanders. Niemand wil de windmolen in zijn hof. Offshore wind, dan moeten hoogspanningsleidingen liggen om het aan land te brengen. Ja, en die willen we niet boven ons hoofd. Die willen we boven ons hoofd. Ik noem dat altijd de wet van behoud van ellende. Dus de hoeveelheid ellende in deze wereld is een optimistische wet, die blijft gelijk. Maar ellende verschuift. Het is een keuze die je moet maken. En dat is juist de taak van de politiek. Ja, maar toch een beetje om de ellende te verminderen, zou ik zeggen. Ze wordt dikwijls een tijdje verborgen. Het mooiste voorbeeld is de auto. De auto is ooit geïntroduceerd als de oplossing van alle milieuproblemen. Met name het vermijden van paardenstront in de steden. Mm-hmm, ja. Okay? En blijkbaar is het op het einde toch niet het juiste een volledige milieuoplossing geweest. Nu, u zegt het zelf. Als we eens kijken naar de hernieuwbare energie, moet dan alles inderdaad komen van, en is dat haalbaar, van wind en zon en misschien nog hier en daar wat andere inventieve technologieën? Ja, voor elektriciteitsgebruik is dat mogelijk. Ja, dat is mogelijk voor te rijden met auto. Ja, dat is mogelijk om alles te verwarmen. Warmtepompen, elektrische auto's, offshore wind, zonnepanelen, batterijen, gecombineerd met tussendoor wat gas, groen gas. Dat gaan we moeten invoeren. Onder de vorm van misschien waterstof, waarschijnlijk meer methanol en ammoniak, gaan we dat gaan halen vanuit... Op de iets langere termijn. De iets langere termijn. Ja. Dus er is een systeem uit te denken dat volledig koolstofneutraal kan doen. Kan de collega er een stuk van uitmaken? Voor mij part wel. Ja. Want dat is natuurlijk het argument. Dan zeg je, ja goed, we zullen er nodig hebben, gascentrales. Hoe dan ook. En als die twee dichtgaan, nog meer. En dan zeggen, ja, dat is dan de vervuilende energie. En waar zijn we dan mee bezig? En dat argument wordt maar over en weer gegooid. Je hebt dus enerzijds de centrale zelf, die gebouwd. Maar wat je daarin stopt, dat is op dit ogenblik aardgas. Zal men stelselmatig, ten eerste zal het stelselmatig minder en minder gaan werken, naarmate je meer en meer zon en wind in het geheel inzet. Beter en beter kunt u vraag gaan sturen. Aan en afschakelen. Aan en afschakelen, een heleboel. En dus het aantal uren dat werkt, wordt minder. En tegelijkertijd gaat je meer en meer van die groene moleculen gaan invoeren. Maar op een beperkte manier. Dus en dat is het nieuwe systeem dat zich moet gaan ontstaan. Dus even wordt het erg... Ja. Om vlug beter te worden, ja. Als ik het zo mag samenvatten. Dat is heel juist. U vat het zeer correct samen. En dat is juist hetgeen dat ik bang voor ben met de ganse grommel nu. Dat we die overgang blijven voor ons uitduwen. En dat we in de situatie komen van de steenkoolmijnen en de... Ja, maar die grote transitie, we hebben het denk ik nog maar pas gehoord... Fluvius zegt bijvoorbeeld, ja, ons netwerk, ja, dat gaat moeten versterkt worden. Dat gaat ook een aardige duit geld kosten. In Nederland horen we al, ja, bedrijven mogen niet meer opschakelen. Binnenkort rijden we allemaal elektrisch. We hebben amper laadpalen, dat is nog een ander probleem. Maar we gaan dat net zo belasten dat we op de duur er niet meer uit geraken. Goed, men moet weten waar men naartoe wil. Oké? Dat betekent, als we die energietransitie willen, en dat moeten we doen omwille van het klimaat, moeten we ook doen omwille van... De zekerheid van aanvoer, want de aanvoer van die fossiele brandstoffen is niet zo blijkbaar politiek zo zeker. Dus als we dat willen realiseren als gemeenschap, heb je dus investeringen nodig in dat nieuwe systeem. Bijvoorbeeld Fluvius zegt, we gaan moeten investeren in het elektriciteitsnet. Sowieso moeten ze dat doen, want een stuk van die investeringen hadden ook sowieso moeten gebeuren. Ten tweede, er gaan geen investeringen meer komen in het gasnet. Dus je moet dat als geheel bekijken. Want ik krijg nu niet een paradox. 20 jaar geleden was eigenlijk de boodschap, probeer zo weinig mogelijk elektriciteit te gebruiken, want dat is veel te duur. Toen nog, duur als we het nu vergelijken, was dat toen om te lachen natuurlijk. En nu krijg je bijna het omgekeerde. Dus ik heb jarenlang niks anders gedaan dan zo zuinig mogelijk met elektriciteit om te gaan. En nu krijg je zo van, ja, maar binnenkort gaan we alles elektrisch, doe maar jongens. En waarom zou ik mijn huis dan nog moeten isoleren als de energie zo goedkoop gaat worden? Nee. Beetje terug. Meer elektriciteit betekent minder energie. Als ik een auto neem en ik rijd er 100 kilometer mee en ik gebruik daarvoor 10 eenheden petroleum, heb ik voor diezelfde 100 kilometer maar 3,5 eenheid elektriciteit nodig. Oké, dus...
als ik mijn huis met gas verwarm, maar eerst renoveer en dan een warmtepomp neem, heb ik nog 1/8 van de oorspronkelijke gasdingen nodig. Dus elektriciteit is altijd een stuk efficiënter. Ja. Misschien is dat ook iets dat men wat meer in de markt zou moeten zetten, want je krijgt de meest waanzinnige voorstellingen op dit ogenblik. Maar dat is het juist. Ik vraag aan dit huis waar we hier nu in zitten, reclame te maken. Dat ze daar reclame voor maken in plaats van als we iets willen doen, dat men altijd zegt het mag niet. Mm-hmm. Bij de VREG hebben we geprobeerd het capaciteitstarief in te voeren. Ja. De minister laat een studie maken om te zeggen dat capaciteitstarief wat dat wel goed is. Ja. Die studie dat wil zeggen dat je veel, als er veel energie is, veel verbruikt, als er weinig enzovoort. Ja. Dus als je dat. Die studie wordt gemaakt, die zegt dat capaciteitstarief is goed. En de minister zegt, ja, maar we gaan dat toch rustig invoeren. Hoor. Dus er is geen drive vanuit die politiek. De minister, u bedoelt dan minister Demir, die het op een andere manier aanpakt. Ja. Om het voorzichtig uit te drukken. Ja, dus elke reden is goed om te twijfelen. Ja, kijkt ook naar de gascentrales die nodig zijn. Ja, zij heeft daar ook een bepaalde lijn in getrokken. Ja, Ventilus ook. Ventilus, die hoogspanningslijn van Zeebrugge naar Henegouwen toe. Mm-hmm. Daar wordt een intendant aangesteld. Die komt naar buiten met een ding van, dit is de beste oplossing boven de grond. Ja. Ja, voert hij dan uit als politicus? Hè? Ja. Maar goed, u weet ook dat al die lokale burgemeesters daar enzovoort zijn. Dat ligt allemaal zeer gevoelig. En dat wordt op den duur een symbolische, een bijna emotionele kwestie. En wat, daar is elk rationeel argument. Maar dan moet de politiek optreden. Hè? Mm-hmm. En u verwijt minister Demir te weinig politieke moed op dat vlak? Ik verwijt niemand. Ik zie alleen maar dat er niks opgetreden wordt. Mm-hmm. En dat vind ik heel slecht. Ja. Dus voor u moet die hoogspanningslijn er komen en moet dat bovengronds gebeuren? Kijk, de keuze is bovengronds, ondergronds. Ondergronds betekent dat West-Vlaanderen die industrie daar niet kan van aftakken. Mm-hmm. Dus al die frietbakkers die daar zitten, Van Frits en compagnie, al die voedingsnijverheid, die heeft binnen 2030 moet die van de gas af. Ja, gaan we Limburgse toepassen te doen voor die transitie? Ja. Dus we moeten daar een hoogspanningslijn leggen waar dat kan van afgetapt worden. Die kabel onder de grond kunnen die van aftappen van een gelijkstroomkabel. Dus eigenlijk, die Limburgse toestand die we nu in Nederland zien, dat wordt vermeden door Ventilus. Die kost dan nog 5 miljard minder, die bovengrondse oplossing. Ja, en ze is beter. En de gezondheidsrisico's? Die zijn er niet. Mm-hmm. Er is nog geen enkel verband aangetoond. En ten tweede liggen een paar huizen langs. Vergoed die mensen en zorg dat het opgelost wordt. Dat gaat geen 5 miljard kosten. Hè? Mm-hmm. En ten derde, en dit is wel heel belangrijk, tijd. We hebben geen tijd. We hebben geen tijd. En dan nog één ding. De landbouwers bijvoorbeeld worden verkeerd geïnformeerd. Als je een kabel onder de grond legt, die wordt ingegraven, die grond is om zeep. Mm-hmm. Daar moet je niet veel meer op doen. Als je een hoogspanningslijn legt, dan kun je zelfs ploegen bij een onweer. Ah ja, dus dan kunnen de boeren daar ook nog eens tegen protesteren. Dus de boeren zijn beter af met een bovengrondslijn en toch protesteren ze er tegen. Ja. We hebben nu een heleboel problemen naast elkaar gelegd. Hoe kijkt u naar de toekomst? Hoe moet die eruit zien? Hij heeft het voor een deel aangegeven, maar dan denk ik, goh, het ziet er niet goed uit. Ja, we moeten gewoon voort. Hè. We moeten gewoon voort met huizen te renoveren, zo snel mogelijk. Huizen van dat gas af te krijgen. We moeten zonne-energie uitrollen. We moeten directe voertuigen uitrollen. Die laadpalen die zullen er wel komen, want als er voertuigen zijn, komen die laadpalen er ook. Dan moet de overheid zelfs niet naar kijken. Ja. We moeten zorgen dat we ons goed inbinden in het geheel van Europa. En we moeten zorgen dat die havens klaar zijn om die molecules, om die groene gassen aan te voeren voor de industrie. En de groene waterstof. En de groene waterstof en zijn afgeleiding in te voeren. En als ik zie dat als daar zaken op komen, dan juich ik. Maar ik zie nog te veel. Men is bang. Mm. En elke transitie heeft angst. Ja, natuurlijk. Gaan we tegen 2050, eens even rekenen, gaan we dan klimaatneutraal kunnen zijn? We kunnen dat zijn en vooral, we kunnen dat zijn met een betere comfortomgeving. Want een stad met elektrische auto's, met warmtepompen als verwarming, zal stil zijn, aangenaam zijn, geurend en fleurend zijn. Mm. Dus het is niet zo dat we als burger allemaal blauw gaan betalen en een soort armoedig bestaan gaan moeten leiden in de toekomst? Nee, je kunt een meer comfortabel
Maar wat we nu hebben, en dat moet ook eens duidelijk gemaakt worden aan de mensen, er is een verschil tussen kosten en investeren. En vandaar ook mijn pleidooi om geen premies te geven aan technieken, want u en ik, als wij een warmtepomp willen zetten, dan zetten we die. Mm-hmm. Maar de mensen die het niet kunnen, die moeten gesteund worden. Ja. Maar gewoon geld gooien met premies aan iedereen dezelfde premie, ja, dat is niet doen. Een beetje. Okay. Dat is een heel duidelijke boodschap. Ik moet u danken voor het gesprek. Onze tijd zit er al op. Maar in ieder geval zijn we toch op een, laten we zeggen, positieve noot geëindigd van u blijft optimistisch naar de toekomst kijken. En ik hoor u ook zeggen, laat de overheid maar wat reclame maken voor zon en wind, eerder dan kritiek te geven op alle andere dingen. Bedankt voor het kijken en tot volgende week.